Wat dacht u van advertenties baseren op basis van je emoties? Microsoft heeft een patent aangevraagd, en ik zal het hier laten zien, om op basis van je emotionele toestand, die ze bijvoorbeeld kunnen aflezen aan je gezicht als je voor een computer zit, voor de webcam of voor je Kinect, je emotionele toestand, en daar worden dan advertenties aangekoppeld. Dus als je vrolijk bent, krijg je advertenties voor feestjes. Als je een beetje depressief bent, dan krijg je misschien wel advertenties voor Prozac. Ook als je veel post op Facebook en je gaat dat ineens minder doen, is dat een indicatie dat je waarschijnlijk gedeprimeerd bent. Emotionele advertenties. Kun je zeggen, nou oké, is het fijn dat het bij mijn emoties past. Maar wat nu als die emotionele analyse ook wordt gebruikt om je precies op het moment dat je het meest kwetsbaar bent voor een aankoop, je dat product aan te bieden. Dus eigenlijk een soort van bijna emotionele manipulatie om een product te kopen.